hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Zoals je ziet heb ik een bril op, want mijn ogen zijn ontstoken. Vooral de linkerkant is gewoon echt helemaal ontstoken. Dus ik heb vandaag ook even geen oogmake-up op. Ik heb even geen oogmake-up op gedaan. En ik heb even een gekleurde dagcreme op gedaan. En alleen even een lipkleurtje. En that's it. Ik heb zo echt een heel spannende afspraak. Ik wil eigenlijk starten met vloggen in huis. Maar ik denk, dan hoort Nessie mij en dan gaat hij weer flippen op mij. Dus ik zeg het wel even rustig in de auto wat ik ga doen. Trouwens, niet of ik het goed uitspreek. Maar ik ga vandaag naar Acacia Beauty. En ik vind het echt heel erg eng. Ik ga daar dus mijn wenkbrauwen laten tatoeëren. Geloof me, ik vind het echt zo eng. Ik ben echt bang dat het heel heftig wordt. Bla bla bla. Ik heb wel echt vertrouwen in haar. Want ik vroeg dus laatst op Instagram op mijn stories van... ik zoek echt een BMU-artiest die echt gewoon heel natuurlijk kan werken. Want ik wil echt heel natuurlijk. Ik wil niet zo'n make-up effect of wat dan ook. En heel veel van mijn volgers noemden haar op. En toevallig had zij dus ook echt contact met mij opgenomen. Dus ja, zo ben ik eigenlijk bij haar terecht gekomen. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ben natuurlijk vet onhandig met een bril op. Je wenkbrauwen laten tatoeëren. Maar ik had niet zoveel keuze, want ja... Ik heb gewoon echt last van mijn oog. Ik ga zo ook even een ontbijtje scoren. Want ik heb geen zin dat ik straks weer duizelig daar zit en weet ik veel wat. Zoals de vorige keer. Straks hoofdpijn krijg of zo. Dus ik ga lekker stoppen bij de tank, even een koffietje halen. En een broodje. Ik kan echt zo moeilijk ontbijten. Jullie willen echt niet weten. Ik heb daar ook echt totaal geen zin in. Ik wist echt niet wat ik moest halen. Dus ik heb voor het eerst een granola bar gehaald van Starbucks. En ik heb hem net geproefd en ik moet eerlijk zeggen, hij is echt lekker. Ik ben er. Guys, niet schrikken. Ik zie er nu zo uit. Even uitleggen wat je hebt gedaan. Ja, ik heb de wenkbrauw van Mirjam afgetekend. En ook een beetje ingekleurd. Dit is niet de kleur wat het gaat worden, maar het is meer zodat je de vorm beter kan zien. Het wordt een subtiele wenkbrauw, gewoon eigenlijk met haar eigen haargroei mee. Strak naar de hoogtepunt, afgerond naar beneden. En we gaan soft powder brows doen. Ja, eerst wou ik dus, hoe heet het eerst wat ik al doe? Microblading. En nu ben ik weer voor powder brows gegaan, maar echt gewoon natuurlijk. Ja, heel natuurlijk. Ik vertrouw jou. Komt helemaal goed. Hey guys, ik zit weer in de auto. Oh mijn god, mijn huid is wel echt zwaar geïrriteerd rondom de wenkbrauwen. Maar ik ben echt zo happy met het resultaat. Het lijkt gewoon alsof ik gewoon net mijn wenkbrauwen heb getekend. Het ziet er echt zo natuurlijk uit. En het neemt nog af, zeg maar, de kleur. En zeg maar, nu is het echt, zeg maar, bam, wenkbrauwen. En dat neemt nog allemaal af. Dus ik ben echt zo happy met mijn keuze dat ik hiervoor ben gegaan. En ik naar Acacia ben gekomen. I love it. Ik ben echt zo blij. Het wordt de komende dagen wel echt lelijk, zei ze. Want ja, het gaat helemaal schilferen en weet ik veel wat. Maar daarna wordt het alleen maar eigenlijk mooier. Dus ik ben echt, echt happy. En ja, jullie zien nu vast wel in mijn vlog hoe het allemaal eruit gaat zien. Trouwens, ik heb het nog helemaal niet gezegd, maar haar vestiging is in IJsselstein. Dat is in omgeving Utrecht. En echt letterlijk een halve kilometer er vandaan heb je McDonald's. Dus ik ga lekker even een koffietje halen. Oh, ik heb lekker een koffie en een spa blauw. Ik ben trouwens behandeld door Bourjou. En het was echt heel gezellig. We hebben echt heel leuke gesprekken gehad. Echt een heel leuke meid. Het is ook echt heel erg belangrijk als je zeg maar door iemand laat behandelen. Dat je ook echt gewoon een klik hebt met iemand, toch? Dat je gewoon leuke gesprekken en zo hebt. Dan gaat de tijd ook gewoon veel sneller. Ik vond het ook echt heel snel gegaan, moet ik eerlijk zeggen. Dus daar ben ik echt happy mee. Trouwens, als je bang bent voor de pijn. Het deed echt absoluut geen pijn. Echt, ik voelde er helemaal niks van. Echt een beetje zo, soms een paar krasjes. Maar that's it gewoon. Waarom moet je mij filmen? Wat is dit? Waarom moet je mij filmen? Wat wil je van mij? Ik heb stof gezogen, zie je het niet? Waarom geeft die ander ook een snoepje? Ja, ze krijgt ook. Ze moet even ietsje langer wachten. Nee, je moet altijd eerst Jens Dina eerst geven, want dan leren het er langer over. Oh, hij geeft het helemaal niet goed, Dinari. Met Dina moet je het zo, kijk. Dina! Guys, het is 3 uur. Deze meid gaat gewoon tonijn pizza maken. Ik heb hier echt zin in. En dan ga ik lekker editen. Pizza eten. En dan ga ik weer vertrekken.
Sorry, maar een pizza zonder ui kan echt niet. Ik ga even uitsnijden. Ik heb een rode ui. Wil je ook pizza? Het kan als je even wacht. Het is 103. Oh, de pizza zit erin. God, wat zie ik eruit vandaag. Ik ga lekker editen. Ik heb echt zin in die pizza, maar ik dacht van ik ga straks weer heel veel rijden. En ik wil gewoon even goed eten deze tijd. Het boeit me echt even niet meer, dieet, bla bla. Ik wil gewoon even lekker goed eten, dat ik me gewoon goed voel. Gewoon mezelf weer ben, dan rustig aan weer even opbouwen. Welke datum is vandaag? Vandaag ben ik ook echt gewoon comfy gekleed. Ik hou van deze dagen. Even kijken. Mijn pizza is klaar, lekker met de rode uitjes erop. Perfect, doe er nog lekker ketchup op. Dit is gewoon echt de beste uitvinding ever gewoon. Hier kan je echt zo perfecte pizza mee snijden. Ik ben klaar met editen. Ik word zo even door NOS opgebeld voor een kleine interview. Het gaat over gemengde relaties. Dus er worden een paar vragen over gesteld. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet goed wat ik ervan moet verwachten. Maar ik kreeg een DM dus of ik eraan mee wil doen. Ik dacht ja, waarom niet? Ik ben hier nou even toch. Dus dat ga ik even ook tussendoor doen. Ik heb net een interview gehad. En het ging echt goed. Alleen de opnames vinden dus volgende week plaats. En ik ben een beetje aan het twijfelen of ik het wel of niet op die manier wil delen. Want het gaat over gemengde relaties. En er worden dus ook een beetje vragen gesteld over familie, ouders en zo. En dat vind ik eigenlijk nooit echt chill. Dus ik ga er even over nadenken. En anders heb ik dus volgende week opnames ervoor. Oh, popcorn. Dit ruikt zo lekker. Dit is onze voorgerecht. Dit is dus kalfstartaar met carpaccio eronder. Echt lekker. Ik heb hier trouwens geen wijn, maar cola zero. Wie heeft jullie mij zo goed kunnen zien? Maar wij hebben dus een tentje ontdekt. En het was echt lekker, hè? Het was echt lekker. Lekker een afgelegen tentje. Ik weet niet of je ze op achtergrond kunt zien. Het was heel gezellige sfeer. Echt heel erg leuk. Als het lekker weer was, had je echt een heel leuk plek om te gaan zitten. We hebben lekker gegeten. En heel veel cola's gedronken. Ik heb echt zo'n leuke dag gehad. En nu weer even lekker richting huis. Ik moet nog best wel een eindje rijden. Net zien we ze al thuis. Hij is aan het playstationen. Ik heb gewoon even weer zin om thuis te zijn. Ik heb echt een heel gezellige avond gehad. Het is echt heel lang geleden dat ik echt gewoon zo'n lekkere avond heb gehad. We hebben ook echt gewoon lekker gegeten. Alles was gewoon perfect. Soms heb je dat gewoon. Dat alles gewoon goed is. Dat je gewoon echt gewoon een heel goed gesprek hebt ook. Ik weet echt dat ik allemaal een zaniker ben. Maar ik had het gewoon naar mijn zin.